Chloe, kom eens kijken. Jij staat er ook op, kom eens erbij. Kom eens kijken, Chloe. Oh, dat is wel leuk geworden, zeg. Oh, die is heel leuk. Zo, nou heeft er werk van gemaakt. ik word beklommen. Ze willen allemaal meekijken. Dat is wel leuk, hè? Als ik mijn schouders bloot heb, dan zeg je ook altijd van... Ja, dat moet je niet doen, want dat vind ik te mannelijk. Mm-hmm. Dat valt er best wel mee. Ja, zo wel. Zo vind ik het wel mooi. Nou, het is van de zijkant genomen. Yeah. Toen je het aan had, toen dacht ik van, dit is wel heel veel schouder. Ja, het is gewoon bloot. Het dan is strenglis. De brede van Breda, maar nu is het... Zo vind ik hem wel leuk. Dan denk je van, ja, we zijn zo klaar. Maar ja, eerst, we zijn natuurlijk mannen, dus eerst moet altijd alles onthaard worden. Dus eerst gaat er altijd een douchebeurtje aan vooraf en... Is het douchebeurtje altijd verstopt? Een scheer. Van de haren. Een scheerbeurtje ook. Ja, alles moet onthaard worden. En dan gaan we pas in de lak. Ik ga voor kort, voor lang. Voor kort natuurlijk. Ik denk dat ik... ben natuurlijk van de week weer even gaan shoppen. Oh, ja, kijk, dus dit wordt hem denk ik. Maar je hebt nieuws gekocht. Ja. Dit past bij hun. Wat ze nu doen, dat past helemaal. Ik weet niet of je mensen wel zien stralen of zien lachen. Als je ziet hoe ze met die klerenkast omgaan. Dat is altijd weer een verrassing. Nou, jij zou ook wel weer iets nieuws hebben. Nee, dit keer niet. Maar wat zit eronder dan? Kijk, een heel leuk rokje. Oh, grappig. Wat is dat dan? Slintjes. Ja, kijk, zo eronder. En dan een leuk jasje erop. Vind jij? Kan dit? Ja, die kan zeker wel. Dat zit ook een beetje in het jasje, ja. Nou, met dat jasje. Met dat jasje kan alles. Ja, dat is waar. Dat is wel makkelijk. Ik vind, het is wennen, maar ik vind het wel heel mooi. Ja. Ik zie José heel graag met blond haar, want het maakt er altijd, geeft altijd een heel lief en vriendelijk uitstraling. Nou ja, ik heb de pech dat ik haargroei op mijn benen heb. Dus ik moet wel flink scheren. En Blinda heeft wat minder haar, maar die moet ook wel een beetje scheren, hoor. Ik heb gewoon lichte kleur. Maar dus we hebben een geheim. Ja. En dat is echt een tip voor iedereen. Je moet gewoon twee panties over elkaar aandoen. Ja. En dan is het klaar. En dan de Gypsy, hè? De Gypsy. Gypsy. Ja, dat is de kleur Gypsy. Ja. En kijk maar wat een benen. Het glanst als ik weet niet wat. Make-up kost 1,5 uur tijd. Zie je nou ook een beetje? Bij haar hoor. Maar hij zit het er zo op. Je hebt de buurt in de 1,5 uur. Ja. Met die rollen erover en klaar. Ja, ik moest kijken. Heb je nog maar dit in de 1,5 uur? Oh, die zijn wel leuk. Als we gaan winkelen, dan is het altijd tweezijdig. We kijken altijd voor onszelf, Peter en Pascal. En ook altijd voor Blinda en José. Maar ik moet trouwens nog even kentjes doen. Ja, ik ook. Eventjes hier naar binnen hoor. Ja? Ja. Het stapeltje, voorraadje is altijd handig. Het is gewoon een onderdeel van een leven en van een hobby dat ligt in elkaar verlengde. Ze hebben hier plezier in. Allebei hebben ze plezier in. En dat, nou, dat is oké. Okay. Ik heb meestal, doe ik eerst een string aan en daar overheen gaan dan twee panties. En daar overheen heb ik een billenbroekje. Dat is een broekje die gevuld is aan de achterkant met een soort schuimrubber. En daar overheen gaat nog een corrigerende broek. En dan zit het allemaal mooi strak in het korte spijkerbroekje wat ik aan heb. Dit is Coco Chanel. Dat is echt mijn favoriete dameslucht. Zeg maar, dit vind ik zo'n luxe lucht. Chanel nummer 5 vind ik echt stinken. Ja, we hebben natuurlijk niet zoveel borst van onszelf dat het voldoende is. Dus ja, we hebben ieder onze eigen oplossing. Ja. En Belinda die heeft een soort van echte borsten erin. Ik heb hele mooie siliconen borsten. Het fijne van siliconen is dat ze heel natuurlijk aanvoelen. Ze zijn wel zwaar. Dat ja. Nou, José denkt gewoon keep it simple. Want ze heeft gewoon twee schuimrubber bollen erin zitten. Die kun je gewoon halen bij de matrasboer. En je knipt ze mooi rond En je bent klaar. Alleen ze nemen wel vocht op, dus ze worden wel zwaarder als ze nat worden. Ja. Dan gaan ze zakken, dan hangen ze hier zo ergens. Ja. Die pech kan je hebben. Maar dat heb ik nu nog niet. Zo te nee, zien. Nog niet. Nee. Dus een optreden mag nooit langer als 1,5 uur. Nee. Want anders hangen ze hier zo. Dan krimpen ze. Ik zei, vroeger had hij al cassettebandjes en noem maar op zijn kamertje. Hij heeft zelfs de Dolly Dots, heeft die stuk gedraaid. Echt waar.
En onder de douche, omdat wij rijtjeshuis hebben, is toch wel wat gehoorig. Belde mijn buurvrouw wel eens op van na 3 weken van, is Peter ziek? Ik zei, hoezo? Ik hoorde hem niet meer zingen. Nou, zo.